Hallo allemaal, leuk kijk naar Splits met een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe serie. Ik ben Ritske van Konijn 5 en dit is reviewen en ranken. Wij gaan vooral drankjes reviewen die je als kind hebt gedronken. En ik heb dus allemaal verschillende drankjes en die ga ik weer via een tierlist, zo'n lijst van vroeger weet je wel, ga ik hem dus proberen te ranken en ik ga hem reviewen. Dus ik ga hem proeven. Ik ga mijn mening erop geven en ik ga jullie vertellen wat ik er lekker aan vind of als ik ze wel of niet lekker vind. Ik wil dus gewoon beginnen met Focus Drink. En er is een nieuwe soort Focus drankje uitgekomen. Deze kun je bij Albert Heijn kopen. En dat zal dan met bosbessen te maken hebben en ik weet niet wat die andere smaak is. Vooral bosbessen en ik denk, laten we zeggen dat het blauwe druif is volgens mij. Gaan we gewoon eens open doen en we gaan gewoon eens proberen. En daarna ga ik deze even, hoe noem je dat, ranken dus in de vorm van vind ik het lekker, vind ik het wel gaar of vind ik het niet lekker. Of vooral wel of niet, dus vies of, nou ja, je ziet het vanzelf wel. Laten we gewoon eens proberen, zou ik zeggen. Nou, ik moet zeggen, dames en heren, smaakt een beetje naar, cassis kun je het noemen. Het is een beetje volle prik. Het smaakt ook een beetje naar ranja, daar heeft het een beetje mee. Maar ik vind deze op zich wel erg lekker. Ik zal even laten zien hoe hoog ik dat drankje even zet. Dus tot zo. Ja jongens, ik doe het even zo, want ik kan wel via OBS streamen, maar dan hoor je geen geluid. Dit is het drankje waar het om gaat. En ik vond hem dus, deze vond ik wel, zich wel lekker. Ja, die zet ik daar neer. Zoals je ziet, deze moet ik allemaal nog. Ik heb dus nog Shandy, Kindercola, kraanwater. Nou, die moet ik allemaal wel doen. Dus we drukken even op save. Oh, download. En dan als het goed is, dranken. Belangrijk. Dan kan je op save en als het goed is hij opgeslagen. En dan kan ik straks, als ik die andere ga doen, kan ik hem weer. Oh. Kan ik hem weer gaan gebruiken als het goed is. Nou. Oké, okay, dames en heren, dit was dus Focus Drink. Ik vond deze wel heel erg lekker. We gaan natuurlijk aankomende weken of aankomende dagen gaan we ook meerdere drankjes reviewen en ranken op deze manier. Ja, ik heb deze dus best wel hoog gezet, maar we gaan dus eind van deze week of eind van deze serie gaan we dus kijken welk drankje ik nou het lekkerst vond. Die gaan we dus helemaal bovenaan zetten. Wat ik het minst lekker vond, zet ik dus helemaal beneden. Dus gaan we dus even kijken op die manier van welke vond ik nou het lekkerst en welke vond ik nou eigenlijk vies of niet lekker. In ieder geval, vond je het een hartstikke leuke video, geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Konijn 5 en ik ben heel benieuwd wat je van de serie vindt en we gaan zien wat er uit komt rollen. Dus in ieder geval, zie ik later weer in de volgende video en ik zeg doei!